In heel Gent brengen tal van initiatieven buren bij elkaar. Gentenaars willen zorg dragen voor elkaar. Serra moest 17 jaar geleden een hechte gemeenschap in Armenië achterlaten, maar werkt nu mee aan een nieuwe. In Armenië buren met elkaar hebben zeer goede gewoonten. Altijd groetjes geven, babbelen, koffie drinken. Enzelfde gewoonten, ik wil hier ook gebruiken. Serra en ik, we praten dikwijls. Het is niet dat we elke dag bij elkaar lopen, hè, maar gewoon, we vertrouwen elkaar. Ook wij hebben zeer goede contact met Arleid, met Fatima, met Janine. Een buurvrouw die onlangs haar pols gebroken had. Ik ben al daar langs gegaan voor de post uit te halen, boodschappen te doen. Het buurtwerk in Gent zet burenzorg in de kijker. Zo werd Nicole door haar buren gedoopt tot warme buur. Nicole biedt hulp aan iedereen die erom vraagt, waaronder Yvonne. Yvonneke kan perfect alleen wonen, maar af en toe heeft ze hulp nodig. Dat volledig alleen kan je alleen maar niet. Maar ik kan wel steunen van Nicole. Als het nood is, doet ze mijn boodschap. Ze doet mijn wasluik. Ze kookt voor mij de zondag ook. Ik vind dat wel onze taak van zo'n beetje rondom ons te kijken wat we kunnen doen voor de andere maand. Ik heb Nicole veel te duimen. Echt wel. Het is als vrijwillig. Hetgeen dat ze doet als vrijwillig is zo goed. OCMW Gent neemt burenzorg nog een stap verder. Met Buren voor Buren gaan ze actief op zoek naar hulpzoekers en hulpbieders. Zo spreekt Magda sinds kort geregeld af met buurvrouw Hilda. Hier in de boei stond een stand over de antennewerking van het OCMW. Ik zei, ja, geef mij maar door. Dus heeft dus Hilda haar naam doorgegeven en haar telefoon. Maar ik ken haar niet, hè? Nee, wij hadden elkaar nog niet gezien. En wij wonen 200 meter van. Ja, ik woon nog 4 jaar, 5 jaar. Ja. OCMW Gent vond ook een match tussen Gilbert en Christian. Christian heeft rugproblemen, dus helpt Gilbert hem wekelijks met wat boodschappen. Toen is hij bij dat ik... geen boodschappen hebben, dat niemand mij komen helpen. Dat doet mij plezier als ik iemand kan helpen. Iets dat een beetje van geweest is, kan die mensen nooit meer boven krijgen. En daarmee doe ik dat voor hen. Goeie buren zorgen voor elkaar. Wil jij je ook inzetten voor een warme buurt? Contacteer dan Gent Info voor een Buren voor Buren project dicht bij jou.